Aanstaande zondagmiddag om 2:30 op het kasteel Sparta tegen FC Utrecht. Maar er zitten twee man aan tafel die willen het eigenlijk over een andere wedstrijd hebben. Over Dovo tegen Spakenburg. Het Utrechts voetbalgeweten is ook de trainer van Dovo. Dat is Gert Kruis. En onze gast is de oud-Spartaan John de Wolf. Maar die is ook trainer van Spakenburg. Waar gaat het dan over vandaag? In ieder geval hebben we de ode. Waar gaat die over, Cornel? Ja, over het hele weekje Rotterdam. Het hele weekje Rotterdam. Ja. En niet over Dovo en Spakenburg. Zeker. We zijn begonnen aan de beklimming. Beklimming? Bergsport. Oh. Dat is het bruggetje wat hij dan maakt. Ging goed, hè? En jongens, waar is Appie? Appie, waar ben je? Waar is die? Vandaag zijn we op de Monsieur van de Weteringstraat. Bij proeflokaal De Zes Vaartjes. En we gaan daar vandaag het licorettetje proeven van Sint Maarten. Of moeten wij nu zeggen het licorettetje van Mark van der Marel? Ja, want u weet dat Mark van der Marel is de nieuwe Sint Maarten van Utrecht. Op het paard, hè? Ja, mooi van het zwaard. Mooi, ken je dat, Sint Maarten? Ik was vorige week bij Utrecht, ik zag het hangen. En je hebt je gezien? Was mooi. Moeten we het nou over Dovo hebben? Of over Spakenburg? Of over Sparta? Of over Utrecht? Nou, ik heb het liever over mijn eigen club. Ja? Spakenburg. De grote titelfavoriet, hè? Uit Spakenburg begint hij al, hè? Nee, maar luister, John is natuurlijk aangesteld daar in Spakenburg om die ploeg terug te brengen naar de tweede divisie, waar ze ook horen. En ja, met zo'n selectie hierin. Genoeg, Cornel. Waar gaan we met... Toch? Nee, wat gaat Sparta doen zondag? Oh. Nee, die gaan knijthard verliezen. Ja? Ja, denk het wel. John, je bent oud-Spartaan. Ooit de Van Schiedamse boys, als heel jong jochie, heb ik vandaag gehoord. 10 jaar mocht je toen naar het grote Sparta toe? Ja, in mijn ogen was Sparta wel het grote Sparta. Ik heb daar ook mijn eerste semi-prof contract getekend. Dus ik heb daar mijn eerste wedstrijd voor het betaalde voetbal gespeeld. Toen stond Sparta nog echt open voor echt hun eigen jeugd. De laatste jaren is dat wel wat minder geworden. Ongeacht dat nu ook Dumfries weg, Van Drommelen weg, zijn wel twee jongens uit de eigen jeugd. Ja, goede toptalenten. Ja. Duarte, die nu aan de weg timmert. Maar er lopen ook een aantal aankopen waarvan ik denk van... dan had je misschien wel beter Nederlandse jongens, jongens... Nu zijn jullie met z'n tweeën eigenlijk de laatste die Mohicanen geweest... die bij Sparta bijna gepromoveerd zijn en uiteindelijk het... In de competitie ging het verschrikkelijk slecht. Maar in de play-offs was het eigenlijk geweldig. En waren we bijna in de Eredivisie. Maar we troffen maar het niet. Maar wat is Sparta dan voor club, Gert? Nou, ik vond het een hele lastige club. Het is ook een hele mooie club. Maar ik kwam eigenlijk in een tijd dat het enorm onrustig was. En samen met John en Peter van den Bergen en Frank Kooijman en Marco Gentile hadden we ongelooflijk veel... Lol. Het was alleen jammer dat af en toe die wedstrijd bleef. Moesten jullie dat allemaal een beetje managen? Was dat lastig? Het was wel er zat wel een hele negatieve flow binnen die club. Ja. Elk jaar moest er teruggekomen worden naar de Eredivisie. Elk jaar lukte het niet. Nou, Gert zei het ook, we waren er heel dichtbij. Volgens mij waren dat de finale tegen Dordrecht. Ja, Dordrecht. Op dat moment wel een heel goed team. Ja. En die verloren we. Ja, we waren er heel dichtbij. Maar je hebt ook bij Feyenoord gezeten, John. Jij hebt bij Utrecht gezeten. Is Utrecht dan vergelijkbaar met Sparta? Dat het daar ook zo kan spoken? Of is het rustiger? Ja, ik vind Utrecht wat meer, hoe moet ik het zeggen, een volksclub. En bij Sparta heb je verschillende geledingen. Waar wij zelfs, en John ook niet, want John is een oer-Spartaan. Maar daar kon je eigenlijk niet zo'n vinger achter krijgen. En dat vond ik wel het opvallende bij Sparta. Terwijl Utrecht gewoon... Bij Utrecht is alles wel duidelijk in mijn ogen. Ja? Ja. Daar ken je de kolonnes? Ja, dan weet ik wel hoe de hazen lopen. En bij Sparta, ik weet het nou nog niet. John, weet jij dat? Dat zegt Gert wel goed. In die tijd bij Sparta, die tijd zal hopelijk wel anders zijn nu op dit moment. Maar er werd wel veel gepraat, maar vooral veel achter je rug. Ja. En niet face-to-face. Hè. Feyenoord heb je het over. Ik kan alleen maar Feyenoord terugkijken in mijn tijd. En dan was hij speler, was natuurlijk iets anders. Dan was het gewoon recht voor zijn raap. En ik heb daar in Sparta heb ik daar wel een... heb ik wel slecht afgesloten voor mijn eigen ikkie ook daarin. Hè. Gert moest toen het veld ruimen. Ja. Mocht jij het nog even overnemen? Ja, een paar weken later moesten wij weg zonder uitleg. En ik vind... Ja, daar wil ik eigenlijk niet meer over praten, maar ik vind wel... Er werd heel veel gepraat, maar niet face-to-face. Ja. En ik hou van face-to-face praten. Doe je dat bij Spakenburg wel? Ja, dat vind ik het vereiste. Hè. Als je jezelf daar prettig bij voelt, moet je dat ook doen met je spelers... en met al die mensen om je heen. En hoe reageert de club daarop? Ja, tuurlijk. Ben je dan te direct? Of? Voor sommigen misschien wel, maar weet je... dan weten ze in ieder geval wat je ervan vindt of wat je ervan denkt. En...
ja, je moet altijd in het belang van denken. Hè? Op het moment dat je dingen gaat zeggen met elkaar, bespreken met elkaar, is het altijd in het belang van de club Spakenburg. Mm-hmm. En niet in je eigen belang. Nee. En dan komt het hopelijk eerder binnen. En dan begrijpen ze je ook eerder. Hij heeft ook bij FC de Rebellen gezeten. Dat mocht jij nooit, maar hij wel. En daar was Cornel Evers nog wel een man. Mocht ik nooit? Je was een lief jochie. Ja, dat is klopt. Ik kwam amper boven de tafel uit. Ja, net als jij. We gaan naar Cornel. Ja. Cornel, ode. Ik ga doen. Ode. Een ode over een week. Waar we wonnen van Ajax en waar we ook wonnen van Excelsior. Cornel met de ode. Excelsior kwam op bezoek, stond tot dan toe nog te boek als club die uit de punten haalde, maar na het fluitsignaal het hardste baalde. Want Ajax bleek geen toevalspot. We wonnen weer, wat een genot en dik verdiend ook. Utrecht rook zijn kans en greep ze bij de strot. Begon al snel. Kerk magistraal bleef jagen en had oog voor Dessers. Die haalde uit fenomenaal de bal zo tussen paal en paal. Toen kwam Ajoep zijn wonderschot. Ik stond op mijn stoel, mijn strot kapot. De punten bleven duidelijk hier, de wedstrijd in het slot. En we bleven cucaracha dansen, dankzij het hoofd van captain Jansen. En met Jensen in de goal bleven hun kansen toch maar kansen. Ja, eentje ging er bij ons in, door een foutje achterin. Maar een kniesoor die daar nog om maalt als je met 3-1 wint. We hebben hier zo vaak gesproken over het belang van nummer 6. Die strijder deed dat als vanouds. Voor mij, man of the match. Maar heel het elftal draaide goed. Vertrouwen terug, vol goede moed. We staan nu, het lijkt gedicht dat lek, zelfs op de vijfde plek. Maar hey, we blijven Utrecht en ooit zal het weer fout gaan. Maar voorlopig lijkt dat weer ver weg, zeg ik, meer dan voldaan. Nu zondag uit naar Sparta. Te gasten in het kasteel. En dan ook weer met Labiat. Dat moet toch goed gaan, ze gaan nat. Dan zijn, na een weekje Rotterdam, 6 punten ons deel. Althans, dat denkt Cornel. En hij heeft er verstand van. Mooi. Ja, toch, John? Moet je wat mee doen? Goed luisteren. Ja, goed luisteren. Hey, luister eens, we hadden het net over Sparta en over het moeilijke van jullie met die kolonnes. Hoe was de sfeer onderling in die groep? Was dat goed? Nou, je weet dat je een groep had die niet overviel van echt heel veel kwaliteit. En als je niet heel veel kwaliteit hebt, dan heb je allemaal dezelfde kwaliteiten. Dus moet je elke keer keuzes gaan maken. Mm-hmm. En daar gingen de spelers niet altijd even goed mee om. Hè? Nee. Dus je had geen vast basisteam waar je uit kon putten en zeggen, oké, dit zijn mijn spelers, dit zijn de elf. Die zijn veel beter dan de rest. Ja, ja, okay. Dus dat was wel het probleem op dat moment in dat elftal. En ja, er waren nog wel eens, we hebben nog wel eens brandjes moeten blussen. Absoluut. Ja. Maar laten we vooruit kijken. Juist. Want ja, nou, ik wil over sfeer zeggen. Want dit hebben we gevonden van Edson Braafheid de afgelopen week in de fitnessruimte van FC Utrecht. Kijk naar de sfeer. It's his music, it's his music. Madika Bahabek. Is dat? Zonder jou is het saai, ben ik niet met je geloof, ik mis je. Heerlijke jongen, die Edson. Nee, maar is dit goed voor de sfeer? Ja, tuurlijk. Maar kijk, Utrecht zit weer lekker in het velletje. Edson is een speler die heel belangrijk is in de kleedkamer is. Want hij heeft alles al meegemaakt. Grote clubs gezeten, international geweest. En ja, hij belichaamt even het gevoel op het ogenblik bij Utrecht. Utrecht zit lekker in een bepaalde flow. En jij zei, ik was de zondag als analist voor Fox. Ik ben onder de indruk, want ze spelen wel heel zakelijk. Nou ja, voor het eerst dat ik ze echt zakelijk heb zien spelen. Ja, dat is wel eens anders geweest. Hè. Als je naar Utrecht gaat, ik ga graag naar Utrecht kijken. Vooral thuis, want er gebeurt altijd wat. Vaak aanvallend voetbal. En nu speelden ze tegen vooraf een lastig ploegje, ja, Excelsior. Ja. En ik vind ook dat je, en Ter Hag zei het ook perfect. Ja, het is een beetje on-Nederlands hoe wij gespeeld hebben. Maar ik vind dat niet. Je moet spelen naar de mogelijkheden van je team, maar ook naar je tegenstander kijken. En ik denk dat ze het fantastisch gedaan hebben. Dan maar wat minder aanvallend, maar een goede organisatie. Maar John, zo begon FC Utrecht is heel goed aan de competitie begonnen, René. Ja. Toen speelden we ook, hè, Cornel. Ja. Was kat en muis in het begin. Want Utrecht heeft toen enorm goed gespeeld. Daarna is er een dip gekomen. Er zijn wat blessures gekomen. Daarom is Utrecht een paar keer flink op hun bek gegaan. Maar nu terug weer in die strakke organisatie. Back to basics. Ja, en de enige club die in Europa nog gewoon wedstrijden gewonnen heeft. Tegen Zenit. En ik heb Zenit gisteren weer gezien. Ja. Het is geen huppie vooruit, hè? Nee, dat is geen huppie vooruit. Cornel, het was het happie van Appie, maar we gaan nu wat drinken. Wat wordt het dan? Ja, dat zei hij, een lucurette. Een sappie van Appie? Maar jij wil graag wat eten. Nee, we gaan eerst de Appie. Hebben we geen shit? Geen zin in wat te drinken of zo.
Appie, wat gaan we drinken? De nagedachtenis van onze Mark van der Marel, die zich heeft laten vastleggen op het schilderij als Sint Maarten. Het Sint Maarten licoretje. Wat kan je hier ons over vertellen, Guillaume? Een licorette allereerst is een laag alcoholhoudende liqueur. En dat houdt in dat je niet boven de 15% alcohol mag komen, waardoor de smaken veel lekkerder zijn en minder zoet dan een liqueur. Waardoor er echt in dit geval de koffiesmaak heel goed naar voren komt. En een rondje Utrecht bestaat uit een serie van 12 verschillende liquorettes die gelinkt zijn aan iets specifieks Utrechts. En ja, Sint Maarten moet daar natuurlijk in voorkomen. Zullen we dit nou gaan veranderen in de Mark van der Marel? Licorette. Als hij er nog 30 intikt dit jaar, dan wil ik erover nadenken. Ja, nou dan blijft hij waarschijnlijk Sint Maarten licorette heten, want dat gaat bij Markje niet lukken. Nou, als hij er 5 intikt, dan kom ik hem een flesje brengen. Nou, ik zou zeggen, Guillaume, proost op Mark van der Marel en zijn 5 doelpunten. Mijn voorspelling van deze week, Sparta FC Utrecht, 1-2. En dan ga ik voor de doelpunten maken, Labiat. En dan geef ik ook gelijk die Mark van der Marel een doelpuntje erbij. De eerste van de 5. Dus Mark, toi toi, zet hem op. Ja, ik dacht eerst dat Willem Jansen daar het kleine drankje gaf. Ja. Dit is het vaatje uit de 6 vaatjes. Het is een Sint Maarten, dat is leuk toch? Dank u. Ja, hartstikke grappig. En neem nou een slokje maar. Je mag niet eens Spakenburg drinken. Hij schenkt bij mij. Ja, bij mij wordt het wit. En daar schenkt hij uit, het wordt gekleurd. Ja. Dus wat klopt hier? Kom hier, man. Nee, joh, ik zeg 0-1 Kleiber. Afstandsschot 0-1 Sean Kleiber. Sean Kleiber? Ja. Deze is voor jou. Nee, ik hoef niet. Jawel. Nee, ik moet morgen scherp zijn. Kijk. Kijk, ja. Kijk maar, Gert. Ik hoef niet dus scherp. Dus we hebben als tussenstanden... wat hadden we nou? We hadden Appie 1-2, Gert 0-1 en Cornel 0-2. 0-1, ja. Sean Kleiber, afstandsschot. Ja. En dan timmeren we dicht. En Sparta gaat aanvallen, maar ze krijgen het niet voor elkaar. Was jouw voorspelling met Dovo Spakenburg? Ja, met Dovo Spakenburg wordt het morgen in een heroïsch duel. Nee, dat vroeg ik niet. 3-3. 3-3. En jij, Cornel? Hij gaat winnen? Ik denk dat het 3-1... De Wolven gaat winnen? 1-3 zeg jij? Ja. Krijg ik dan Dovo met gelijk? Voor 25 euro? Als hij maar geld kan verdienen, dan begint. 25 euro. Jongens, ik nodig jullie uit om nu naar het spel te gaan. Ga het nog weer? Ja? Is dat weer voorbij? Ja, je moet een penalty nemen. Ja. Slaap het tenminste goed verhaald. Slaap het tenminste rustig. Hij doet zijn oog dicht, hè. Kijk eens, jongen. Als hij nou houdt, John. Maar wat is dit dan? Gert moet even opschieten, want we moeten snel die penalty nemen. Ik sta er al. Wat is het? Penalties? Ja, penalty. Okay. Op 3, 2, 1 mag je schieten, hè? Staan we in beeld? John Jan ligt ervoor. Ja, wacht even. Jan ligt ervoor, Jan. Ja, 3, 2, 1 en. Nemen. Ja, hij volgt. Nee! Ja, ja, ik heb gewoon! Nee. Dit is een volbal. Ja, je hebt gewoon. Ja, dit is een volbal. Hier weer Nou. Wat dat gaat betekenen. Dit is een volbal. Gert Kruis wint in ieder geval het penalty schieten. Mooi, hoe dat morgen gaat op Pannhuis. We gaan het meemaken op Radio M Utrecht. Vanaf 2 uur de derby tussen Dovo en Spakenburg. Live op de radio. En wij zijn er weer volgende week met een nieuwe bergsport. John, hartstikke bedankt. En u thuis ook hartstikke bedankt voor het kijken.